geloven hoe gelukkig dat je mij maakt. Omdat jij papa gaat worden. Nee, omdat ik nu geen pompoenzaden meer moet eten. Hé, hey, wat heeft wel maar geholpen, hè? Dankzij die pompoenzaden heeft er toch één trage zwemmer de finish bereikt, hè? Ah, maar je bent toch zeker? Ja, de test is toch al positief? Huh? Maar ja, echt zeker zijn we pas na een bloedonderzoek. Hm? Oh, ik ga zo meteen naar de dokter. Ja. Amai, als ma die gaan al van schieten. Als ze hoort dat ze bomma wordt. Hé, hey, nee, nee, Mark. We mogen het nog aan niemand vertellen, hè. Het is nog veel te vroeg. Tja. Ja, 9 uur. Ik kan beter wachten tot vanmiddag. We wachten eerst de uitslag van het bloedonderzoek af, oké? Oké. Oh, Mark, ik ben zo blij, ja, hè? Ja, oh, hoek, hoek. Pieke, het is uw toer om de truitjes te wassen. Huh? Waarom komt altijd iedereen hier zomaar binnenvallen? Heb jij nooit geleerd van te kloppen? Oh, waar dat jij je druk in maakt. Ja. Of heb je iets te verbergen misschien? Ik? Nee. Oh, dat is te beter. Hè? Dan kun je mij direct vertellen waarom dat je zo blij bent. Blij? Mm-hmm. Ik? Nee. Ik heb haar nu niet van kromme naas, hè. Ik heb het u toch horen zeggen. Oh, Mark, ik ben zo blij, hè. Dat heeft toch een reden, hè? Ja, natuurlijk. Pieke. Mark. Carmen, dat is privé. Ja. Oh. En ja, daarbij, ik moet onmiddellijk weg. Ah, oh, ja. Hoi, schatje. Dag, hè. Hé, je weet het, hè. Mondje dicht. Oké. Okay. Ja. Bon. Dan is het nu tussen ons, hè. Oei. Waarom is Bieke zo hooggezind? Vertel het mij. Dat mag ik niet zeggen van Bieke. Ja, maar Bieke is er toch niet in u? Je moet niet aandringen, Carmen. Bon, dan zal ik de grote middelen moeten inschakelen. Dit mocht je helemaal opdrinken als je het mij vertelt. Kom, geef hier. Ja. Nee, eerst zeggen. Oké. Pieken, hè. Maar is... Oh. Oei. Laat door de training. Oh, is het al zo laat? Ja, dan moet ik dringend weg. Hier. Nee. Dank, Xavier. Je hebt mijn leven gered. Jezus, lomperik. Moet jij nu ook altijd alles verbranden? Mama. Ik beloof dat ik snel terugkom. Pascal zal ondertussen goed voor u zorgen. Zeg, hoe lang gaat gij eigenlijk wegblijven? Een paar dagen tot alles geregeld is. Bedankt dat jij haar spullen wilt opruimen. Ik kan het niet. In al die dingen zit de ziel van mama. En de mot. Zouden we dat allemaal wel wegdoen, Pascal? Het kan nog van pas komen. Oeh. Ja, wij gaan ook oud worden, hè. Dan... Zeg, Maurice, daar wil ik nu nog niet aan denken, hè. Oh. Alles gaat naar de kringloopwinkel. Voilà. Een aanslagbiljet in zaken onroerende voorheffing voor maman. Amai, dat is veel. Zeg, dat moet nogal een eigendom zijn. Is toch geen kasteel, zeker? Maurice, heb jij een kasteel? Ik bedoel, een echt kasteel met torens en een balzaal. Ja, maar... Ja? Ja, maar waarom heb jij mij dat nooit eerder verteld? En waarom heb jij dan altijd met mama in een gewoon rijhuis gewoond? Dat is een veel te lang verhaal en ik moet dringend weg. Maurice. Een kasteel. Als ik dat aan ons Madeleine ga vertellen, die wordt groen van jaloezie. Pascal, ik wil niet dat je tegen iemand iets over zegt, oké? Okay? Ja. En nu moet ik echt doorgaan. Ja. Ga, mijn kasteelheer.
Tot ziens. Als de pilletjes niet helpen, direct aan de spoed, hè. Okay. Volgende. Gino. Dieke krikken. Oh, mijn eerste grote vlam. Hoe lang is dat geleden? Heel lang. Jij werd nog groen achter uw oren. Oh, ga maar zitten. Allee zeg. En jij bent nu dokter. Ja, verbaast u dat? Nee, eigenlijk niet, nee. Jij speelde vroeger ook al graag dokter. Hè? Ja, maar alleen maar met de schoonmeisjes, hè. Nog altijd dezelfde charmeur. Allee zeg, en jij werkt hier nu bij dokter Peters? Ja, als associé. Ik vervang hem ook vandaag, want hij is heel ziek. En met u? Toch niks ernstigs aan de hand? Ik denk dat ik zwanger ben. Oh, maar dat is heel tof. Allee, tof. Dan heb ik mijn kans verkeken. Zal ik bloed eens nemen? Oh, en als je wilt, dan kom ik u de uitslag persoonlijk brengen. Hè? Kunnen we nog een beetje bijpraten, het is lang geleden. Maar het is hier vandaag een beetje te veel volk. Hè? Oh, wel, dat is een heel goed idee. Nu hoop ik wel dat die naald niet afbreekt, zoals bij de vorige patiënt. Grapje, hè? Zeg. Hallo. Kom hier, geef het naar hem. En? Wat was er nu zo dringend? Wel, Pascal, ik heb geconstateerd dat het huurcontract voor de café annex de privé al een paar dagen verlopen is. Ah, ja, dat wist ik niet. Dat wil dus wel zeggen dat jij op dit moment op mijn eigendom onwettig residentieert. Het wordt dus tijd dat we de puntjes bij de paaltjes zetten. Maar vroeger staat dat toch allemaal niet zo nauw? Vroeger? Maar ondertussen is er al veel zee door het water gevloeid, hè, Pascal. Ja. Doortje heeft hier een nieuw huurcontract opgemaakt. S'il vous plaît, alstublieft. Zeg, maar jij hebt de huur, ik weet niet hoeveel, opgeslagen. Ja, ik heb mij gewoon gehouden aan de indexeringaanpassing. Nou ja, ik heb in de voorbije jaren niet één keer mijn huurprijs opgeslagen. Maar dat is niet redelijk. Ik teken dat niet. Aha. Bon. Ik ben bereid op u van de huur af te laten peuteren op één conditie. Wat? En die is? Dat je mij nog een kans geeft, Pascalke. Bon amour pour toujours. Dat is haar niet ook niet. Pascalke, ik wil uw man zijn. Ik zweer u trouw in armoede en rijkdom, in ziekte en gezondheid. En daarop aanvaard mijn Bovary. Worst. Als teken van liefde en trouw tot in de eeuwigheid. Nee. Dan moet je de volle pot betalen. I'm very sorry. De volle pot betalen? Ik betaal juist niks, want ik teken dat niet. Bon, dan kun je daar ook niet blijven wonen. Wel, dat was ik eigenlijk ook niet van plan. En zoek maar iemand anders voor uw café. Want Maurice en ik, wij gaan binnenkort verhuizen naar iets veel groters. Ah, bon, nu dat mama dood is. Ga nu mijn tuinkabouter mee pakken naar zijn paddenstoel. Ja, dus. Zeg, wat is dat voor kattengejank? Amai, dat is cultuur met een grote C. Maar ja, ik begrijp dat gewone volk dat niet apprecieert. Gewone volk? Denk jij dat je wat meer bent dan ons? Zeg, is Maurice er niet, Pascal? Nee, Maurice is weg voor belangrijke zaken in verband met onze toekomst. Hola. Oh. Grote plannen? Wie weet. Zeg, maar wat is dat hier voor een geheimdoenerij vandaag? Eerst Bieken en Mark. En nu jij. Ik kan daar niet tegen. Zeg, maar wat is dat van ons Bieken en Mark? Ja, er is iets, maar ik weet niet wat. En ze willen niks zeggen. Zullen ons zaken niet zijn, zeker? Een reden te meer dat ik het wil weten. Pascal. Hela, nog 5 pintjes per dag, had ik gezegd. Ja, oh, en is... dat was uw 5. Weer al gestraft, Xavier. Nee, wij hebben ons een belastingsbrief gekregen en wij moeten besparen. Wij? Ik zeker. Jij blijft maar porto drinken.
Ah, wel, Sjoeken, ik vind dat heel schoon dat je je zo opoffert voor mij. Ja, ja. En wie is de knop? Mark, red mij van de uitdroging. Oké, Xavier. Maar, doe het mee, zit er al. Oh. Amai, Mark. Ja. Iets te vieren. Nee. Eigenlijk niet bepaald. Je hebt dus ook niet de lotto gewonnen of zo? Nee. Ik weet het. Bieke is in verwachting. Nee, Kevin. Allee, Bieke in verwachting. Dat kan toch niet? Allee, met uw trage zwemmers. Ja, nu moet ik dringend terug. Ja, maar zeg, zo gaan we het nooit te weten komen, hè. Fernand, kom eens. Ja. Fernand, wilt jij Bieke en Mark in doog houden? En als er iets belangrijks gebeurt, verwittigt je mij direct. Frank, Carmen, zoiets doet je toch niet? Doortje, moet je niet. Madame Carmen, ik wil dat wel doen, maar je weet, ik ben maar een arme zelfstandige. En ik moet de klok rondwerken om toe te komen. Als ik dan nog moet mijn werk gaan verletten om te gaan spioneren, verstaan. Ja, ik versta dat, ja. Maar is het ook goed als ik u in natura terugbetaal? In natura? Carmen. Doortje, moet u niet. Ja, zeg. Carmen. Je kunt op mij rekenen. Merci, Nico. Die krok was voor u, schat. Dank u. En nu? Gaat je weigeren wel beginnen verhuren? Ja. Wie zou daar geld aan willen geven? Zeg? Dat is het plakkaat voor het café. Onnozelaars. Madame de Bakker gaat verhuizen. Gaat je ons verlaten? Ja, zeg, nu mama er niet meer is, kunnen Maurice en ik eindelijk een eigen leven gaan leiden. Dat kunt je hier toch ook? Hier in het café? Nee. Wij gaan verhuizen naar iets veel groters, iets chiquers. Enfin, iets dat past bij onze stand. Amai. Zeg, madame, krijg het hoog in haar een bol. Vergeet niet dat je simpel volk bent, hè? Heel simpel, mijn gedachte. Ja, en wel, er zouden nog van kunnen verschieten. Want Maurice die is wel van adel, hè? En ik dus ook. En Maurice heeft een kasteel en wij gaan daar wonen, voilà. Maurice van Aden, dat is een mop van je. Wat ga jij ons nog allemaal wijsmaken, madame de barones? Maurice, een kasteel. Een luchtkasteel, zeg. Een luchtkasteel, zeg. Een springkasteel. Haal wie dat niet, zeg. Ja, maar die moet geen factuur hebben, hè? Die betaalt Afrikaans. Balkje! Zo ga ik. Kerskispaas. Ik mag van mijn Johnny niet meer in de pussycat werken. Waarom niet? Nou, hij vindt dat ik iets te lief ben geweest voor een klant. De jaloerse bok. Mijn gedacht. Als je niet wilt dat de klanten aan je snoepjes komen prutsen, dan moet je geen snoepwinkel lopen houden, hè? En nu dacht ik, hè, Balke, misschien dat jij een jobje voor mij heeft. Wel, ja, zet ze aan de band in uw vleesfabriek, hè. Dan blijft ze in de vleessector. Dora, weg voort. Zora, jij komt als geroepen. Jij mocht de kantine van FC de Kampioenen openhouden. Maar meneer Boma, dat meent u toch? Op Pascal moet ik niet meer rekenen, hè. En Zora heeft experience in de horeca. Gaat u café ruïneren? Zora is een heel competent meisje. En ma père. En d'ailleurs, ze moet toch alle kansen krijgen om haar talenten te etalageren, hè. Ik vind dat ze die al genoeg etalageert. Wel, jij zou dat beter ook doen. Oh, ik weet niet hoe ik u moet bedanken. Ik wel. Wel. Wat krijgen we nu? Het is vandaag toch niet uw sluitingsdag? Nee, maar ik moet dringend een paar dingen regelen. Oh. Mevrouw de barones moet haar springkasteel gaan inspecteren. Je zult niet blijven lachen. Ja, Pascal, maar... Ja, nee, maar wij moeten toch binnen kunnen in ons clublokaal? Sorry, mannen. Mijn huurcontract is afgelopen. Eigenlijk hè, mag ik hier zelfs niet meer zijn. Regel het maar met Boma. Ah, wel, merci. Oh.
Voorzitter, wilt u nu eens wat weten? Ja, Pascal heeft het café gesloten. Zomaar, hè, zonder boe of ba. Dat... Is dat echt? Jij weet niet hoeveel dorst ik heb, zeker? Die waterslagers, je zult niet uitdrogen. Papoelke, dat papoelke gaat ons goed smaakjeren. Komt die hier achter de trok staan? Achter, op de voor. Op de bovenop. Wat vind je ervan? Aangenomen. Voilà, ze. Daar zit stevig vast. Goeiedag, ik zoek Bieke Krukke. Ah. Ja, wie zoekt, die vindt, hè. Ja, ze ook zeker op dezelfde plaats. Ja, noem maar alleen. Santé. Ja. Het is wel belangrijk. Belangrijk? Ja. Ah, dan is het langs daar. Ah. Dank u. Madame Carmen, ik ben al iets te weten gekomen. Hè. Daarjuist was hier een knappe gast en die vroeg naar Bieke. En die had een fles champagne bij en hij zei dat het belangrijk is. Oh, Fernand houdt die twee verder in de gaten. Ik kom direct. Ja. Champagne. Ja. Dat wil dus zeggen dat ik... Dat jij 100% zeker zwanger bent. Oh, Gino, dat is fantastisch. Kom hier. Oh, Bieke, oh, die is van wild. Goedemorgen, deze morgen. Oh, ik wist niet dat je bezig was. Fernand bollet af, gestoord. Ja, ja, ik zie het wel, ja. Doe maar verder. Oh, sorry dat ik mij zo liet gaan, maar ik ben zo blij dat ik eindelijk zwanger ben. Ja. Gelukkig dat jij mij maakt. Nee. Oh, dat doet mij eraan denken. Ik heb u nog niet betaald. Ah. Nee, allez, hoeveel moet ik u? Nee, nee, laat maar zitten. Beschouwd als een vriendendienst. Oh, oh. Ze zijn iets te weten gekomen. Man, wat een lijf. Ja. Oh, Hela, ze zijn iets te weten gekomen. Hey. Ja. Bieke is in verwachting. Hé? Hey? Hoe kan dat nu? Ja. Met Mark zijn trage zwemmers. Ja, maar, het is niet van Mark, het is van die gast die bovenop haar zit. Alblief. Allee, gij. Maar ja, maar ik mag hier doodvallen als het niet waar is. Ik heb het met mijn eigen oren gehoord. Het was een vriendendienst. Hé? Hoe dat zijn ze weg. Kom, niet in de kast. Allee, zie. Zo. Geen plezier staan er water. Ja. Hé, houd me toch op de hoogte. Ja, natuurlijk. Jij bent de eerste die een kaartje krijgt als ons kindje geboren wordt. Nog eens proficiat, hè. Dank u. Dag, hè. Dag. Weet Xavier dat jij en Fernand... Ja, het is niet wat je denkt, hè. Nee. Ik was op zoek naar een nieuwe kleerkast voor in mijn slaapkamer. En Fernand heeft me die gewoon laten zien, hè. Hé, Fernand. Ja, dat is zo. En jij kruipt altijd in een kast als jij er een gaat kopen. Ja. Ja. Als je een nieuwe auto koopt, dan kruipt je daar toch ook in, hè. Zeg, jullie hebben toch niets gehoord? Nee.
We hebben niks gehoord. Zeg, wat moesten wij dan gehoord hebben? Niks. Die gaan achterovervallen, wat verscheten. Madame Carré, ze hebben nog iets vergeten. Wat? Ja, je moet me nog betalen voor die informatie. In natura. Ik ben er klaar voor. Naar de slaapkamer gaan. Oh, dat kan hier ook, hè. Hier? Maar iedereen loopt hier binnen en buiten. Ja. Hier, alstublieft. Maar wat is dat? Ah, ja, mijn betaling in natura, hè. Dank voor nou. Man. Hé, wat zeggen we dan? Hippiep, Zora! Hippiep, Zora! Hippiep, Zora! Jij bent hier met uw gatteken in de boten gevallen bij geen dag. Ja, en niet alleen maar gatteken. Ja, maar de mannen zijn hier zo lief, echt waar. Alleen spijtig van dat interieur, vind ik. Ja, ik vind het zo klassiek, zo ouderwets. Dat is gelijk de oude bazin, ben gezegd. Ja, maar als ik hier mijn goesting zou mogen doen, ik zou het nogal anders aanpakken. En ik dan? Maar zo van die glitterballen en een beetje sfeerverlichting. En zo van die comfortabele zetels. Zorgke, doe! Je krijgt van mij carte blanche. Een dubbele. Amai, Sjoke, wat heb jij nu aan? Alleen niet aan. Ja, Xavier, moeit u niet, hè. Zeg, wie is dat? Ah, ja, Sjoke. Dat is Zora, de nieuwe cafébazin. Allee, ja. Zo te zien heb je ze al goed gedrild. Ja. Zeg, maar waar is Pascal? Die zit op de paddenstoel van haar Maurice Pinnemut. Mannekes. Nu ben ik wat te weten gekomen, Sam. Bieke is zwanger. Nee. Ja, maar niet van Markske, hè. Ze heeft zich zwanger laten maken door een vriend. Allee, Sjoeke. Ja, Verna heeft het toch met zijn eigen oren gezien? Het was mijn vriendendienst. Ik kan dat toch moeilijk geloven? Ik denk dat Fernand zijn oren wel niet goed gezien zullen hebben. Molleke, ik heb het Bieke toch zelf horen zeggen tegen die gast. Ik zal u een kaartje sturen als ons kindje geboren wordt. Ja, wat? En Mark? Ja. Ze zal je laten geloven dat dat koekoeksjong van hem is. Hè? En die asperge zal daar natuurlijk intrappen. Hè? Ja, met zo'n bedrog kan ik niet leven. Hè? Sorry. Hè? Wij moeten vertongen voorlichten. Nee. Ik denk dat we dat potje beter gedekt houden. Ja. In het belang van de ploeg. Ja. Nee. Markske heeft recht op de waarheid. Zo. Ja. Hé, Xavier gaat hem die waarheid vertellen. Zwemmen zwemt, hij zwemt in zee. La 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 wij dachten, we gaan Markske, Xavier moet u iets belangrijks vertellen. Oh. Ja, Mark. Ga even zitten. Oh, ik zit toch al? Mark. Ja? Wat ik u ga vertellen, is niet gemakkelijk. Hoi? Het is heel moeilijk. Mark, hebt jij voor mij een dagschotel hier? Markske, Bieke is zwanger. Dat weet ik. Huh? Maar hoe weet jij dat? Ja, ik heb mijn bronnen, hè. Maar weet jij ook hoe dat ze zwanger is geraakt? Ja, natuurlijk. Ik was er wel zelf bij, hè? Jij was daarbij toen dat ze... Hé, jij hebt daar een stokje voor gestoken. Ja, natuurlijk niet, Bieke. Die had dat zo graag.
de egoïsten. Amai, dat moet niet plezant geweest zijn voor u. Ja, nu, om eerlijk te zijn, ik had die avond wel liever naar de Simpsons gekeken. Maar je kent Bieke, hè? Als ze iets in haar hoofd heeft. Jij had daar geen problemen mee dan, zo. Maar nee, ik ben nu zelfs heel gelukkig. Die venten van tegenwoordig, hè. Niks doet dan nog zelf. Goeie. Voilà, ik heb toch gezien dat iedereen niet kan veranderen. Hier, Polleke, alstublieft, mijn schoen. Oh, zo raar. Jij weet hoe je klanten in de dingen moet liggen. In de... Wat? Dat is het? Wat? Wat in de watten liggen? Ah, dat. Monsieur Fernand. Bol heeft gelijk. Zullen we dan zo? Oh, hij is een veel beter café dan we dan Pascal. Oh. Merci, zijn een Fernandese. Omdat je zo lief bent. Ah, merci. Jij komt er ook veel beter van voor dan we dan Pascal. Hè? Oh. Om van achteren wat te zwijgen. Ja. Nee, niet meer voor mij. Doortje, die zal aan mij ontwachten zijn. Maar le toe, Polleke. Ik vind u zo'n aangenaam gezelschap. Ja, ik u ook, zeg. En ik ben toch ook aangenaam gezelschap. Oh, absoluut, mijn grote dikke loebassen. Zeg, wel, ik blijf nog even. Maar alleen voor u, hè, Zara. En wel, Polleke. Ja? Je gaat het u niet beklagen. Oh, jij bent een kapoet. Ja, ja. Een klein kapoetje, hè? Met grote kapoet. Wil er iets van proeven? Ja, thuis moet ik het met veel minder doen. Wie houdt er u tegen? Ikke! Paul de Trennerie, jij moest je schamen. Hoe kunt jij hier... En jij, je zou beter je snoepje aan toehouden, jij. Oh, de speeltijd is gedaan, hè. Het zal voor de volgende keer zijn, hè. Niks de volgende keer, hier. Wat? Ah, Pascal. Jij laat dat hier zomaar toe. Zeg. Wat? Dat uw café een huis van verderf wordt. Oh, my. Oh, ze doen maar. Dat is hier toch mijn café niet meer. Hey, hier mee komen, gij. En dat je hier geen stappen meer binnenzet, hè. Zolang dat die lellebel daar achter de toog staat. Je moet dat doen, hoor. Kom. Ja, kom wel. I see you later, alligator. Fernand, uw rekening. Een rekening? Ah ja, voor de champagnetje. Ja, maar ik heb dat niet besteld, hè. Je hebt altijd bijgevuld. Fernand, als je met mij een klappetje wilt doen, dan moet je betalen. Ja, zo gaat dat hier, hè. Maar Paul, die heeft toch niet moeten betalen? Oh, nee, maar... Polleke is dan ook een hele schone jongen. Ja, maar en ik dan? Ik ben toch even loobas? Ja, en loobassen moeten betalen. Man. Ja, Madeleine. Een kasteel. Ja. En dan ben ik nu eigenlijk kasteelvrouw. Ja. Pascal, ik moet u dringend spreken. Momenten, Carmen, zie jij nu niet dat ik aan het telefoneren ben? Ja, sorry, Madeleine, maar het gewone volk kent geen manieren, hè. Ja. Dag, Madeleine. Ja. Oh, ik ben eens curieus hoe madame de barones gaat reageren als ze hoort wat haar dochter nu weer heeft uitgestoken. Ons Bieke... Ja, de die, ja. Ze is in verwachting. Ons Bieke in verwachting. Oh, het is niet waar. Ja, maar dat kan toch niet? Met Mark zijn... Je weet wel. Ja, het is ook niet van Mark, hè? Ha, het is niet... Oeh, dat is niet van Mark. Het is van een vriend. Carmen, je zei me weer iets aan het wijsmaken. Ons Bieke die zou nooit zoiets doen. Oh, nee? Mark heeft het toch zelf toegegeven, zeker? Oh, maar dan is dat kind een bastaard.
Oh, te schande! Voilà, opdracht volbracht. Carmen weet het dus. Ja. Ja, dan gaat het niet lang meer duren of iedereen weet het. Ja, voilà. Nu moet jij eens heel goed naar mij luisteren. Ik kan begrijpen dat jij heel graag kinderen wilt, maar niet op die manier, hè. Wieke, laat mij uitspreken. Wat gaan de mensen wel denken als dat uitkomt? En dat komt uit, hè. Alles komt uit. Dus moeten wij ervoor zorgen dat dat niet uitkomt. En gelukkig bestaan daar oplossingen voor. Zijde jij niet beschaamd? Ik dacht dat jij blij ging zijn met je kleinkind. Bieke, mensen van onze stand moeten een voorbeeld zijn voor de maatschappij. Hoe kun jij dan in je hoofd halen om je zwanger te laten maken door een vreemde man? Allee, ma, ik ben toch geen vreemde man? Heeft Carmen u dat verteld? Ja, ja. En gelukkig maar, anders had ik het nooit geweten. Ik weet niet waar Carmen dat vandaan haalt, hè, maar Mark is de papa van ons kindje. Ah, en zijn trage zwemmers dan? Oh, dat hebben we opgelost met pompoenzaad. Bea, je bent toch wel zeker, hè? Zeg, wat denk jij wel van mij? Oh, ik ben zo gelukkig. Oh, Bieke, Mark, ik word mami. Nee, nee, Poma. Enfin, het is een pak van mijn hart. Want schandalen kan een adellijke familie als de onze best missen. Wat zeg jij nu allemaal? Mark, Bieke, Maurice is van adel. Tja, ik dacht dat hij van Broegen was. Bea, ik hoop echt dat dat boelijke uw verstand gaat doen. Ik ook, ma. Ik ook. Meneer Boma, die Zora moet weg. Hoe, waarom? Ze doet toch haar best. En ze is proper. En ze komt goed overeen met iedereen. Veel te goed. En vooral met mijn Paul. Ik heb ze betrapt toen dat zij man topvrij was in het café. Dat is beroepsmisvorming. Ja, dus ik eis dat je haar ontslaat. Onmiddellijk. Ontslaan? Geef mij een keer één goede reden waarom ik dat zou doen. Omdat anders mijn Paul geen trainer meer is van de kampioenen. Dat is geen goede reden. Omdat ik anders mijn ontslag aanbied. Dat is geen goede reden. Omdat ik anders naar de belastingen stap met uw zwarte boekhouding. Dat is geen goede... Heel goede reden. Mark, ja. Carmen, nu heb je toch de hoofdvogel afgeschoten. Ja, Bernard is wel met dat fabeltje afgekomen, hè, zeg. Mark, ja? Nu je vader wordt, gaat je er toch een geven, hè? Ja. Wel, het is goed, Xavier. Om mijn vaderschap te vieren voor iedereen een warme choco. Dat voor mij maar een dag schotel, hè? Hoe zit dat nu met dat pompoenzaad? In pompoenzaad zit zink. En zink, dat is goed voor de beweeglijkheid van de zaadcellen. Allee, hoorde dat, Sjoeke? Dat had jij in je jonge jaren beter ook wat meer gegeten, hè? Voorzitter, misschien is het u ontgaan, maar Barks heeft wel een tournee-generaal gegeven. Patiaals, Barks, Barks, patiaals. Tegen dat je hier een pintje hebt, is die kleine al geboren. Ja. Jij gaat niet beginnen, hè, de tremmerie. Als het is om te reclameren, reclameer dan tegen uw moeder overste. Het is allemaal haar schuld. Tat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 
En wat vindt het volk ervan? Het volk vindt dat je nu helemaal rijp bent voor het stadhuis. Markske belt is een ambulance. Ja. Oh, daar is meneer de baron. Ja, ik kom daar meenemen aan zijn Chateau Maurice déclassé. Pascal, heb je dat nu toch verteld? Maurice. Maurice,
Dat was per ongeluk. Sorry. Hoe kunt u? Ik heb nog zo gevraagd om te zwijgen. Ja, maar Maurice, zijt jij dan echt van adel? Wel ja, dat probeer ik nu al heel de tijd uit te leggen. Maurice is een jonkheer. Oh. En wanneer gaan we verhuizen naar het kasteel, Maurice? Waarschijnlijk nooit. Hoe nooit? Het kasteel van mijn familie staat al lang leeg en is zo goed als onbewoonbaar. Ja, maar wij kunnen dat toch laten restaureren? De onderhoudskosten zijn veel te hoog. En zelfs als ik genoeg geld zou hebben, dan nog, zou ik het niet willen. Maar Maurice... Nou, het liefst van al zou ik het verkopen, maar vind maar eens een zot die daar zijn geld wil insteken. Maurice. Allee. Weg, kasteel. Weg, droop. Maar Pascal, je moet toch niet in een kasteel wonen om gelukkig te zijn met Maurice, hè? En als Maurice een jonkheer is, zijt jij een jonkvrouw? Ja. Ah ja, ja, dan ben ik een jonkvrouw. Maar dan wel een heel oude. Allee, je blijft toch bij ons wonen, hè? Ja, maar dan moet je eerst haar nieuw huurcontract tekenen. Ja, maar dan moet jij eerst je indexaanpassingen laten vallen. Ah, dat gaat je toch doen, hè, voorzitter? Ja, natuurlijk dat hij dat gaat doen. Hij is toch rijk genoeg, ja, hè? Dan zie ik Zora nooit meer terug. Ja. Allee, het is goed. Ik zal nog één keer een schoon zes doen. Hè? Ik zal de index laten vallen. En wat zie ik nu allemaal? Leven onze Boma en de machtig wezen. Leven onze Boma en de machtig wezen. Zomer als